Voor de 10-jarige kiepster Amy Takers uit Stadsknal kwam een grote droom uit. Ze mocht voor het programma Zepsport namelijk trainen met haar grote idool Sari van Veenendaal. En er komt nog heel wat kijken bij zo'n training voor televisie. De cameraman en die moesten allemaal kennis maken, moesten ze alles uitleggen. Dan kregen we allemaal microfoontjes. Daarna moesten we opnemen. En toen kwam Sari van Veenendaal eraan lopen. En toen moesten we eerst zonder de camera kennis maken en toen met de camera kennis maken. En daarna begonnen ze met helpen, met wat we wilden leren. En ging je met haar trainen? Hoe ging dat om te trainen met een van je idolen? Een beetje spannend. Maar deed ze het goed? Ja. En dan heb je allemaal getraind en heb je nog een beetje met haar kunnen praten? Na die tijd nog. En hoe was dat? Dat was wel een beetje raar, want het is wel iemand die best beroemd is en dat je daar dan zo mee kan praten. Amy speelt inmiddels al 4 jaar bij SC Stadsknal. Maar wil ze uiteindelijk ook de nieuwe Sari van Veenendaal worden? Ja, dat is wel iets wat ik heel graag wil.